deze goed? Ja. Nou, en dan nu het verhaal waar het om draait. Ik heb dus ineens last. Hoi mensen en welkom bij een nieuwe video. Een bal spelen. Wat wil je? Ik wil bal spelen. Met de bal spelen? Zo'n. Wat? Zo'n. Wat zeg je nou allemaal? Zo'n. Hey Rie, we hebben twee pakketjes. Gaan we die uitpakken? Ja. We hebben twee pakketjes binnen. Eén van Steve Madden. Eén hobbelpaard. Dat zijn dus nieuwe sneakers van Steve Madden. Dus ik ben heel benieuwd. Die mochten Celine en ik ontvangen. Wow. En een ander pakketje van Le Olive. Kijk uit, kijk uit! Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Daar hebben wij een hele tijd geleden een roze badjas van gehad. Ja. Met je naam erop. Ja. Dat weet jij niet. Toen was jij er nog niet. Toen was jij er nog even niet. Maar hier zit een. Bellen. Hier zit een cadeautje in voor Rio. Deze moet zeker als eerst open. Wil je je cadeautje zien? Ja. Oké, kom mama zitten. Mama, wat is dit? Wat is dit? Nah. Oh nee, volgens mij zijn het badjassen. Kijk nou, even wachten, Rie. Wow. Hoe leuk. Zo'n ouderwetse stempel zit erop. En dan stop met kaarspet. Welcome to the Le Olive family. Ah, oh, heel cute. Oké. Ja, ik denk dat dit jullie pyjama's zijn. Hi. Kijk wat hier staat. Kijk hoe leuk. Oh, dit is jouw naam, Rio. Ja. Kijk hoe leuk, jongens. Mam, ik aan. Wow, wil je die aandoen? Ja. Kijk hoe leuk. Dat is echt cute. En jullie samen. Cute, cute, cute. De volgende zijn volgens mij badjassen, jongens. De kleinste. Oh, dat zou ook heel veel die zijn. Oh, dat kan er niet aan. Hij heeft nu zo'n poppetje badjassen en die is zo schattig ook. Kijk. Oh, kijk nou. Oh my god, jongens. Hoe lief is dit? Drie. Wow. Kom, kom, kom. Hier, mooie badjas. Met je naam. Kijk hoe leuk. Ga maar in de spiegel kijken. Ja. Dit is zo leuk. Oh. Kijk, kijk, kijk. Kijk, Nina heeft het ook. En mama ook. Kijk hoe leuk, jongens. Ja, dan is het langer. Gaat die ook in de spiegel kijken dan? Kijk, Nina heeft het ook. Zo, en die badjassen zijn zacht. Oh, ze zijn echt zo zacht. Oké, volgende. Volgende pakketje. Ja, jij ook je badjas, kom. Nee, mijn badjas. Nee, deze is jouw badjas. Kom, aan. Deze is van jou. Nee, hier is die van jou. Kijk. Honey. Wauw, met z'n drieën. Een mooie badjas. Wauw, 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 Rio. Ik vind het altijd zo leuk. Steve Madden heeft altijd van die leuke dingen. Watch out, hot content inside. Oh ja. Woe! Ik heb al gezien. Welke jij hebt. Denk ik. Hey babes, heel veel plezier met jullie Steve Madden schoenen. We kunnen niet wachten op de content die jullie weer gaan maken. Liefst team Steve Madden. Deze zijn... Van mij. Dit zijn die van mama. Ja. Oh. Leuk jongens. Het is echt zo'n chunky sneaker. I like it. Ik heb wit. Ik draag altijd niet zoveel kleur. 1, 2, 3. 1, 2. En? 3. Wow. Die van mij. Nee, die zijn niet van jou. Kijk hoe groot ze zijn voor jou. Deze zijn van Nina. Vind je mooi? Nee. Nee, die zijn dus, jongens, ik heb ze in het wit.
En Nien heeft ze in het roze. Laat in de comments weten welke kleur jij mooier vindt. Oh mijn god, hij heeft de schoen aangedaan. Oh. Zijn ze goed? Ja. Ik zal trouwens van alle items linkjes in de beschrijving doen. Oké. Oké, mensen, dus inmiddels is het dus de volgende dag. Maar in de vorige video waren telkens twee comments die terugkwamen. De eerste was het gevaccineerde deel van hoe ik kon vliegen naar de Dominicaanse Republiek. Als ik niet gevaccineerd was, dus dat zal ik jullie uitleggen. En het tweede deel was van je hebt ons nooit verteld wat er nou aan de hand was. De paniekaanval, dus dat zal ik jullie ook even gaan vertellen. Oké, als eerste. Mijn vorige video vertelde dat ik dus niet gevaccineerd ben. En dat heb ik dus nooit gedeeld, omdat ik ook jonge kijkers heb en ik wil niemand beïnvloeden. Ik vind dat iedereen moet lekker doen en laten wat hij zelf wilt. Ben je gevaccineerd is prima, ben je niet gevaccineerd is dat ook prima. Dominicaanse Republiek kan je gewoon naartoe. Je hoeft zelfs niet eens een test op de heenweg te doen. Dat was voor mij ook nog best wel spannend, want ik heb net voordat ik op vakantie ging, een week, iets meer dan een week voordat ik op vakantie ging, heb ik corona gehad. Ik had nergens last van. Toen was ik dus positief getest. En toen zag ik al heel mijn vakantie voorbij gaan. Maar omdat ik gewoon helemaal geen klachten had, hoefde ik maar 5 dagen in quarantaine en kon ik daarna weg. En wat ook nog het bizarre was, dat ik na 2 dagen alweer negatief testte. Ben ik naar testen voor toegang gegaan. En daar test ik ook alweer negatief. Dus super weird. Maar goed, ik kon dus wel gewoon op vakantie. Maar voor naar de Dominicaanse Republiek hoef je dus geen test te doen. Alleen als je terugkomt, wel. Het enige wat wij moesten invullen was een gezondheidsverklaring. En die zouden ze dan scannen als je daar aankwam. Nou jongens, ik kan je vertellen, wij kwamen het vliegtuig uit. Onze koffers stonden allemaal al klaar. We zijn niet eens door de security gegaan. We konden gewoon zo doorlopen. Niks gescand, helemaal niks. En op de terugweg moesten we wel een test doen, omdat Nederland dat dus eist. Maar dat kon je ook in het hotel doen. Nou, en als ik jullie zeg hoe ze daar een test doen, het was echt gewoon hier aan de voorkant van je neus een klein beetje dat wat te staafje. Totaal niet zoals ze hier doen. Maar goed, dat dus. Dit was even mijn Dominicaanse Republiek verhaal. En dan nu het verhaal waar het om draait. Ik vind het ook heel lastig om het te vertellen, omdat ik iemand ben van dat je niet te veel aan dingen moet denken, want dan wordt het echt. En niet te veel praten over dingen die ik naar vind. Maar goed, ik ben me ervan bewust dat er waarschijnlijk ook wel meer van jullie zullen zijn die dit ook hebben. Ik heb dus ineens last van vliegangst. Ja, ik snap er ook helemaal niks van. Maar ik heb daar dus ineens heel erg last van. En het begon de eerste... Kijk, ik moet er wel bij zeggen, ik heb vliegen nooit fijn gevonden. Dat niet. Ik heb het nooit als iets leuks ervaren. Ik was altijd blij als ik weer landde. Maar het begon na mijn vakantie op Curaçao met Emma, Anouk en Celine. Dat ik naar het vliegtuig keek en dat ik ineens zo ontzettend bang was om neer te storten. Heel raar. Heel akelig ook als ik er nu zo over praat. Maar dat ik daar super bang voor was ineens. Heel vreemd. En ik weet dat ik het toen alleen nog maar op de heenweg had. En dat het daarna een beetje klaar was. Toen ben ik natuurlijk in de zomer naar Turkije gegaan. Nou, en toen was het al zo erg. Oh mijn god, ik was zo bang. Ik heb mijn moeder niks gezegd. Ik heb Celina niks gezegd. Ik had natuurlijk ook Rio bij me. Maar ik was echt de hele vlucht was ik zo bang. En oh, gewoon dat ik... Gewoon, ik had gewoon paniekgevoel de hele tijd. En ik was geland. En toen dacht ik, nu alleen nog terug. Toen waren wij op de terugweg. Was ik al helemaal in paniek, hè jongens. Echt, ik was echt in paniek. Ik maakte me zo'n zorgen. Maar ik heb niks gezegd. Omdat ik het niet wou uitspreken. Omdat ik niet wou dat het uitkwam natuurlijk. En ik ben iemand, mijn gevoel klopt echt altijd. Dus daarom ben ik nog banger. Omdat... Nu hoor ik mijn angst in plaats van mijn gevoel. Dus dan ben ik, ja, weet je, ik was helemaal... Ja, ik weet ook niet waardoor het komt. Er is helemaal geen aanleiding, maar ineens ben ik daar dus heel bang voor. Toen kwamen wij aan op het vliegveld en toen zei die man... jullie staan niet op de passagierslijst. En toen dacht ik moet het vliegtuig niet in.
Sorry, maar ik moet dus blijkbaar hier niet zijn. Ik moet dit vliegtuig niet in. Heel gedoe. Niemand snapte waarom we er niet op stonden. En ik dacht echt, ja, ik moet dit vliegtuig... Ik wou echt het vliegtuig niet in. Maar goed, ik sprak tegen mezelf en ik dacht... Sumaira, doe normaal. Er gaat niks gebeuren. Je gaat gewoon vliegen. Het komt goed. Nou, is ook helemaal niks gebeurd. Dus daar was ik natuurlijk heel blij mee. Nou, toen, dat was dus in juli. En nu ben ik dus weer gaan vliegen... En ik merk dat elke keer dat ik vlieg of elke keer dat ik dus een reisje gepland heb, dat het gewoon steeds erger wordt. Nu ook dat ik had geboekt met Fabiana en Jill. Ik denk dat we 3 weken van tevoren of zo hebben geboekt. Zoiets, of een maandje, zoiets. En eigenlijk het moment dat ik had geboekt, had ik gewoon spijt dat ik had geboekt. Omdat ik zo bang was al, nu al van tevoren. Heel raar. Dat was sowieso nog niet het geval bij mij. Eerst dan was het gewoon echt pas de dag op het vliegveld. Of met Turkije was het echt pas toen ik op het vliegveld was dat ik zenuwachtig werd. Maar nu was het gewoon op het moment dat ik had geboekt, had ik al spijt en wou ik niet meer gaan. En ik ging die kinderen achterlaten natuurlijk, want ik ging alleen met mijn vriendinnen. En oh, ik heb er gewoon niet van geslapen. Toen, na een weekje ging het wel weer. En toen kwam het weer dichtbij, werd het ook helemaal erg. Toen waren we dus op het vliegveld en op zich ging het allemaal wel. En toen zaten we te wachten bij de gate. En toen ging de gate open, konden we boarden. En toen ineens heb ik zo'n heftige paniekaanval gehad. Echt, ik kreeg het ineens, mijn hele lijf was warm. Ik kreeg het benauwd. Ik heb dus overgegeven. Ja, echt walgelijk. Gelukkig had ik een tandenborstel en ook mondwater bij me. Maar ik heb dus overgegeven en ik was zo in paniek. Dat ik echt dacht van oké, ik moet hier echt nu iets mee gaan doen. Ik had wel Cici, als je haar nog niet kent, volg haar even op Insta, een berichtje gestuurd. Want zij was stewardess en ze had mijn spraakmemo. Ik zei tegen haar, wil je mij alsjeblieft de spraakmemo inspreken? Want ik heb het al een keertje met haar hierover gehad. En toen had zij mij echt zoveel geruststellende woorden gegeven. Dus nou... Ik zei, wil je alsjeblieft dit in de spraakmemo doen? Dan kan ik dat elke keer luisteren. Dus ik heb dat echt geluisterd en het heeft ook echt geholpen. En ik denk dat een van de andere tips die mij heel veel heeft geholpen, was een steward op de weg terug. Wat trouwens een helse vlucht was. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Laat in de comments weten als je daar een storytime over wilt. Want dat was echt heel heftig wat daar allemaal gebeurde op die vlucht. Maar goed, een steward... Ja, ik zei tegen hem, ik vind het zo naar. En ik vond het zo'n leuke gozer gelijk. We hadden gelijk met Fab en Jill, hadden we gelijk zo'n soort klik met hem. En hij zei tegen me, geloof me, alles wat op Schiphol mag landen is echt heel veilig. Hij zei dat er ook blijkbaar een vliegtuig van Turkish Airlines was neergestort. En die mocht al 10 jaar niet op Schiphol landen. Dus dat heeft mij ook heel erg gerustgesteld. Dat Schiphol hele strenge eisen stelt aan vliegtuigen. Dus dat heeft mij ook wel gerustgesteld. Verder moet ik even gaan kijken wat ik hier allemaal mee ga doen. Want ik zit dit nu allemaal heel leuk te vertellen natuurlijk. En ik zat erover na te denken van, moet ik het gaan filmen wanneer ik nu in een paniekaanval zit? Maar ik dacht, ja nee, dat kan echt niet. Want dan moet ik het gaan uitspreken. En ik moet nog vliegen. Dus dat kon ik niet. Maar goed, ik zit hier dus heel rustig nu. Maar zo voelde ik me dus totaal niet. Ik ga even kijken wat ik hiermee ga doen. Want ik wil obviously de hele wereld nog zien. Dus ja, ik kan dat helemaal niet gebruiken, een vliegangst. Dus ja, dat wou ik eigenlijk even met jullie delen. Ik heb nu dus een Deense vliegangst ontwikkeld op 31-jarige leeftijd. Ja, echt, ik snap er niks van. Dankjewel voor het kijken en dan zie ik jullie overmorgen. Doei doei! I love the smell of your hair lying here in my bed. Oh, I wanna be with you.